Jelle van Damme en Mbarak Boussoufa, dragende spelers van Anderlecht met een Ajax-verleden. Van Damme speelde vanaf 2002, 2,5 jaar lang in Amsterdam. En Boussoufa groeide op in Amsterdam-Oost en doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Beide reageerden opgetogen toen de loting bekend werd. Ja, bijzonder leuk denk ik. Ik speel tegen Ajax natuurlijk, mijn ex-club van vroeger waar ik in de jeugd heb gespeeld. En natuurlijk Ajax ken ik heel goed. Ik kom uit dezelfde stad, dus het is leuk, bijzonder leuk. Ja. Ik weet nog toen de loting was, toen was ik heel blij toen als we Ajax uit de bus kwam. Dus het is ook niet, ik heb er toch bijna 3 seizoenen gezeten. En, ik zeg het, ik blijf erbij, daar is toch de basis gelegd van waar ik momenteel ook mee bezig ben. En ik heb er heel veel geleerd en ik zeg het, ik blijf het, vooral mentaal ben ik heel sterk geworden. Van die mentaliteit van Amsterdam toch een groot stuk overgepakt. En dat is wat Ruud Krol ook op het einde zei, van ja, Jelle is geen Belg meer, maar Jelle is een half van Hollander, half van Amsterdammer. Je hebt je hele jeugdopleiding daar doorlopen. Wat is je het meeste bijgebleven? Vooral veel goede herinneringen, denk ik. Ik heb daar natuurlijk heel veel geleerd. En vooral de leuke herinneringen die je hebt aan je jeugd natuurlijk. En die altijd bij je zullen blijven. Een jaar of 7 geleden kwam je bij Ajax binnen als jonge stagiair. Ja, dat is ondertussen inderdaad al toch een tijdje geleden. En, ik was toen 18, denk ik. En de beginperiode was moeilijk, kan ik me herinneren. Dat ik in een appartementje in Diemen, Diemen-Zuid is. En ik denk dat ik heel veel geleerd heb. Ik heb toch 2,5 seizoenen gezeten en mentaal vooral ook heel veel geleerd van die Amsterdamse mentaliteit. Dus. Je bent generatiegenoot van een aantal bekende spelers. Noem er eens een paar. Ik ken er heel veel natuurlijk. Jongens waar ik mee heb gespeeld. Nigel de Jong, bijvoorbeeld, die bekend is in Amsterdam. Wat meerdere jongens, Sergio McDonald, die hier bekend is nu in België. Met Wesley Sneijder en zo. Jongens als Heitinga en zo heb ik ook nog allemaal mee gevoetbald. Dus het is natuurlijk wel leuk als je al die jongens zo ziet die het hebben gemaakt. Natuurlijk. Je was toch aanwezig in de periode waarin het een en ander werd gewonnen. 2 landstitels en de KNVB-beker. Ja, ik heb nog altijd die foto van Wesley Sonck en Tom Soetaerts. Zo die schaal vast hadden. Dus. Die waren ze op een gegeven moment kwijt en die zat bij ons. Dus de Belgen waren ermee gaan lopen. Maar als je kijkt ook wie dat daar nog allemaal zat van spelers, dat is gewoon heel fantastisch als je dat op terugkijkt. Al die jongens zitten nu in de Europese topploegen, zoals Zlatan, Sneijder, Van der Vaart, is er nog allemaal Maxwell. Er zijn er zoveel, ik kan er blijven opnoemen, Nigel de Jong. Dat is een fantastische ploeg geweest. Bij Ajax was hij in de kleedkamer een lolbroek, hoe is hij hier? Hetzelfde, precies hetzelfde. Het is altijd een lolbroek geweest. Het leukste dat ik ooit gedaan heb. Even denken, hè. Ja, om toch in de Amsterdamse sfeer te blijven, misschien met Boussoufa. Toen had ik... toen als we terugkwamen van training hier, toen zat hier een duif op de grond. En ik had die dan gevangen eigenlijk met mijn pul. Ik kwam laatst in de kleedkamer volgens mij. En ik deed mijn kleedkamerkastje open en ik vond een duif. Het kan alleen Jelle van Damme zijn. Anderlecht Ajax, wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik denk dat moet een leuke wedstrijd worden, denk ik. Als je de kwaliteiten ziet ook van Ajax. En zowel van ons ook,
Alhoewel dat het er momenteel iets minder uitkomt bij ons uit het voetbal. En de, ja, dat we voetbal op ons niveau niet echt halen van wat we normaal moeten halen. En, maar ik denk, zowel hier als in Amsterdam, denk dat wel dat leuke wedstrijden kunnen worden. Ik denk dat Ajax een team is die voetbalt, die houdt van voetballen. En Anderlecht precies hetzelfde, die supporters hier ook. Zijn eigenlijk gewaagd aan elkaar. Want de supporters hier houden ook van voetbal, goed voetbal. En dus dan hoop ik dat het een mooie pot voetbal wordt.